Ik heb een verbinding met Marcel Levy. Hij is voormalig directeur van 7 ziekenhuizen in Londen en inmiddels voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Meneer Levy, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, zojuist sprak ik hand en broeken over het Sputnik-vaccin en de discussie of wij in de EU dat wel of niet moeten gaan gebruiken. Heeft u daar een gedachte over? Ja, het is heel interessant, want en ook wel leerzaam. Dat Sputnik-vaccin, dat is misschien best wel effectief. Waarom het leerzaam is, is omdat wij natuurlijk in het Westen een tikje arrogant zijn. Want die Russen waren vrij snel klaar met hun vaccin. En dat wordt dan hier met wat dédain behandeld. Dat zal dan wel prutswerk zijn. Russen zijn wetenschappelijk helemaal niet zo slecht. Integendeel, hetzelfde geldt overigens voor Chinezen, die ook heel snel een vrij goed vaccin hebben ontwikkeld. Dus dat dédain is waarschijnlijk gewoon onterecht. Met andere woorden, laten wij waar mogelijk zo snel mogelijk aan vaccins komen, al komen ze uit Rusland, China, prima. Ja, we moeten natuurlijk even kijken hoe ze in de praktijk werken, hoe die trials gedaan zijn. Of die uitkomsten wat ons betreft ook door de beugel kunnen. In principe zie ik niet helemaal waarom we bij voorbaat onze neus op zouden moeten halen voor dat soort vaccins.